Dennis, ik heet Renske en vandaag hebben jullie episode 31 van GTA 5 Online Adventures. En ik had al redelijk veel comments gehad van mensen die zeiden, waar blijft Online Adventures? En je uploadt zo weinig GTA en zo. En op zich upload ik niet weinig GTA, maar wel weinig Online Adventures, dat geef ik toe. Maar toevallig, laatst kwam die nieuwe update uit. Heb ik daar veel video's over gemaakt. Maar in ieder geval, we hebben een interessante lobby gevonden. Net had ik een saaie lobby, nou ben ik interessant. Ik zie al bounties, ik zie al redelijk veel crewleden. Dus volgens mij is het wel een leuke lobby. Hey, stunt jump complete, dit ding slipt man. Dit is Subaru, hij kan niet eens door het zand heen. Wat is dat nou? Maar we gaan denk ik eventjes, wat gaan we doen? Ik heb geen flauw, ik ga eerst eventjes net op harde weg. En dan gaan we daar wel kijken wat we gaan doen, want dit is irritant rijden. Ik wil eventjes ergens wat beton is, of steen, of iets in die richting. Best raar, want dit had ik echt zo'n auto van verwacht van, oh, deze kan goed over het zand, maar hij slipt toch wel constant weg. Ik moet steeds gas loslaten. Misschien omdat hij ook verlaagd is en zo, hij is super laag. Dus we gaan eventjes naar de bewoonde wereld. Volgens mij ga ik de goede kant op. Nee, er is één bounty is er al geclaimd. Hopelijk... Oh, wacht. Oh, ik rijd op een bounty af. Dat wist ik niet. Oh, dat was schilderweinig. Ik was mijn wapens aan het switchen. We rijden op een bounty af. Hopelijk dat die nou niet gekild wordt. Er is iemand anders bij. Oké, we gaan het slim aanpakken. Lester, neem op. Lester molester. Doe wat je moet doen. Oh, nee, hij ziet me al. Hopelijk, denk ik, als ik hier sta, dan kan hij me niet zien. Die andere gozer mag me alleen niet killen, want dat is mijn grootste probleem. Snel, Lester, off the radar, goed zo. Nice, net op tijd. Waarschijnlijk gaat hij nou opletten, omdat die andere gozer er ook is. Oh shit. No, ik heb hier geen tijd voor, snel. Hopelijk. Oh, ik kan hem zien. Wat, oh, was dat zo, makkelijk? Hij ging achter een auto schuilen, maar ik kon hem gewoon zien. Nou, ik weet niet wat jij van plan bent, maar jij was voor mijn bounty. Ik ga wel gewoon weg, laat ik jou gewoon leven, jongen. Omdat jij het bent. Ik ken je niet, je hebt mij niks aangedaan. Dat waren waarschuwingsschoten. Dat was een makkelijke bounty. Nou, ik join ook een keer een lobby. Hoppakee, 5000. Nou, dat was dan ook weer klaar. Even kijken wat we gaan doen. Want we zijn nu op de harde weg. En even kijken wat hier allemaal in de buurt is. Ah, fuck. Ik had trouwens niet die trein moeten pakken. Ik kwam met de trein voorbij, hè. Hoe laat is het eigenlijk? Ja, 8 uur. De laatste keer. Toen kwam hij rond 9 uur voorbij. Maar ik heb ook een keer gehad dat hij totaal niet voorbij kwam. Gewoon een hele dag niet. Of in ieder geval een halve dag niet. Van 's morgens vroeg 1 tot 's avonds, weet ik hoe laat. Zat ik hier te wachten tot er een trein bij kwam, maar hij kwam er niet. Er zijn hier geen interessante bounties meer, nee. Het is net al gekild. Mensen in huisje. Wat gaan we doen? Ik heb een idee. Weet je wat, we gaan deze twee winkels overvallen. En dan gaan we naar het treinspoor en dan rijden we hier en dan springen we hier van de brug af. Kijken of we daar het water in kunnen. Gewoon voor de lols. Voor de record. Hier is volgens mij die winkel, hè? Twee winkels kun je wel makkelijk overvallen volgens mij. Als je hem niet gelijk neerschiet, die gozer. Want als je hem neerschiet, dan krijg je gelijk 3 sterren. Had ik gehoord toen in de comments. Ik wist het eerst ook niet. Blijkbaar is dat zo. Dat weet ik veel. Ik had me nooit echt bij, of mee bezig gehouden. Maar dan gaan we even eerst die ene winkel overvallen. Dat doen we allemaal rustig. De tweede winkel schiet gewoon kapot en dan pakken we het zelf. Want het bespaart tijd. Anders is de politie er al. Dan staan ze bij die deur te wachten. Misschien kan ik beter eerst armor halen. Maar fuck armor. Armor is voor pussies. We doen het gewoon old school. Ja. Waar is die winkel? Oh wacht. Die winkel is daar. We zetten de auto even goed neer. Zo. Shotgun. Angstaanjagend ziet dat eruit, hè. Oh wat? Dit is de bank. Volgens mij wil iemand me opblazen. Oké, let's go. Come on! Hallo, snel. Waarom wilden ze mij opblazen? Werden dat die teammates, of teammates die crewleden mij willen opblazen? Dat is een van de redenen waarom ik ook al crewleden afschiet. Want ze zijn niet snel te vertrouwen, snap je? Ze staan allemaal bij je, doen allemaal leuke nadenken en dan ineens blazen je op. Als sommige mensen zeggen, Dennis, waarom schiet jij teammates af of crewleden? Dat moet je niet doen, bla 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 bla. Nou, moet je eens weten. Oh, hij schiet met mijn rug. Stand up a bitch. Ik laat hem wel leven, voor deze ene keer. De volgende keer gaat hij deuk. Als goed gaan we naar... Oh, fuck. Oh, crap. Shit, ik kan hier niet linksaf. Oh, no. Ik kan hier inderdaad niet linksaf. Nee, misschien kan ik ze ontwijken, maar dat heeft nou niet heel veel zin meer. Want ze zien me al. Oké, snel de volgende. Tering, man. Die mensen zijn echt snel. Komen gelijk al 4 auto's aanrijden. Vooral in zo'n heel billig gebied. Hier zijn niet eens polities. Oké. Grocery. Oké, we gaan even grocery shoppen. Come on. Oh, hij spawned. Hij spawned daar. Fuck jou. Ik ga sneller. Oké, ik weet niet. Cash. Oh, wat? What the fuck? Serieus? $62?
Pak ik daarna $62 uit? You gotta be kidding me. Ik zit hier gewoon mijn leven eens een keer voor $62 en een beetje. Oké, snel in de auto. Hij staat naar uitstap. Ja, snel rijden. Mop, mop. Die gaat sowieso falen. Dat kan ik je nou al vertellen. Ik moet die reis af. Toch alweer 8000, ja, boeien. Oh shit, er komen ook heli's aan. Nu. No. Achter mij ook een heli. Ik hoop niet of een jet of zo, want dan moet ik sowieso opblazen. We doen het zo, als een baas. Volgens mij hebben ze ook een heli. Maar ik heb geen heli nodig. Ik moet even mijn eigen vervoer regelen. Ik vind het zo jammer dat die trein er niet meer is, man. Zit je nou... Oh, dat is politie. Ik dacht even dat die anderen op mij schieten waren. Oké, we zijn bij de trein. Waarschijnlijk ben ik de politie al kwijt. Serieus? Waarschijnlijk ben ik de politie al kwijt voor... Ik weet nou niet wie er op mij schiet. Oh, ben jij nou? Weet je wat ik ga doen? Fuck jou. Ik hoop dat hij me nou niet raak schiet. Anders heb ik wel een probleem. Want dan gaat het de lucht. Oké, voor deze een... Ja, schiet je nou op mij? Oh. Oh, gelukkig heeft hij zichzelf opgeblazen. Ik kon het even niet zien. Wil hij nou mij schieten van de politie? Hij schoot er wel een paar raketten goed dichtbij. Daarom, maar hij heeft zichzelf opgeblazen. Dus dan ben ik onschuldig. Oké, even kijken. Hoe ver moet ik eigenlijk rijden? Volgens mij rijdt hij helemaal de verkeerde kant op. Ik moet deze helemaal niet hebben. Ik moet deze trein... Of wel? Oh ja. Ik moet deze trein wel hebben. Maar je bent nou al bijna de politie kwijt. Zo erg is dit. 3 sterren is veel te easy. Zullen we daar een 4 sterren van maken? Ik ga even hier iets fixen. Kom aan, we gaan even hier wat politie uitdagen. Mooi boven. Weten ze eigenlijk waar ik ben? Pak je bret erbij. No! Hij liep er echt net achter. De bitch. Volgens mij is er een nieuw bounty, hè? Oh, chill. Dan gaan we even voor een nieuw bounty. Oh. Ik schiet ervoor, want die dingen stuiteren door, of niet? Of gewoon helemaal niet? Nee, die dingen stuiteren voor een meter. Dat is balen. Die bounty is maar 1000, dus dat schiet niet even op. Ja, nou is je raak. Wat er maar... Oh, dit is een trein! Snel, 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 snel! Ik wil de trein, ik wil de trein, ik wil de trein. Snel! Oké, springen. Nee, wat Dennis, je valt! Normaal klimt hij automatisch, nou sprong hij. Omdat ik waarschijnlijk niet dichtbij stond. Niet dichtbij genoeg. Oké, fuck, ik kan het ding niet bijrijden. Dan gaan we dat, ik kan het daar ook al langs, als het goed is. Oké, dit gaat rijden fout. Maar dat gaat niet fout. Dit gaat goed. Mooi. Ik moet even goed doorrijden, als ik stilsta, dan komt hij weer bij. Snel. Waarom ga ik eigenlijk op de trein, als ik hier daar ook al weer uit moet? Nou, whatever. Snel. Hopelijk heb ik parachutes. Als ik nou geen parachutes heb, dan ben ik ver van huis. Dan heb ik echt een groot probleem, denk ik. Oké. En waarom ik dus op die trein wou, weet ik niet, want ik ga er hier al vanaf. Snel! Auw! Nee, 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 nee! Auw, auw, mijn hoofd! Oh. Oeps. Nou. What the fuck? Oké, dat ging niet helemaal zoals gepland. Dat ging niet zoals in mijn hoofd. Maar ja, whatever. Ik was wel ontsnapt anders, want de politie die had me al niet meer gezien. Dat zal als één voordeel, maar ja, ik heb het gefaald. Ik viel dood. Daar zit ik niet altijd mee. Zal ik er geld? Oh, whatever. Ik zet een straks op de bank. What the fuck? Ik flikkerde op die rand met mijn hoofd. Zeg je het? Ik hoop dat die gozer met die bounty erin blijft. Het is volgens mij een bounty van 1000, maar ik kan hem wel killen. Dan ga ik nou naar het leger toe en pak daar een jet. Ik denk dat we toch naar het leger gaan. Want het kan niet heel lang duren om een lesser target krijgen. Lesser targets kun je ook altijd mooi opblazen met een jet. Ja. Ik weet niet. Ik kan niet vliegen, jongens. Ik kan niet naar jullie toe. Even kijken. Er moet een manier zijn. Voor alles is een manier. Kijk maar, als... No, 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 dat is zo irritant. Als je op zijn bek gaat, dat is zo irritant. Dat is goed, ze moeten werken. No, no, no. Je bent geen Tarzan, maar je moet wel kunnen lopen. Ah, shit. Ik had gehoopt dat dit beter ging. Oké, okay, fuck. Auw, mijn nek. Hij is naar beneden geflikt. Maar ik kom mijn eigen auto, jongens. Ik ben niet zo van meerijden met anderen. En een van de redenen is, omdat dit spel zo glitched is... Oh, ik kan niet mooi. Omdat dit spel zo glitched is, dat andere auto's, als je bij iemand... Bij iemand aan de auto zit, moet ik zo zeggen. Dat alles er gewoon zo fucked up uitziet. En er komt gewoon weer een trein aan. Hé, lesser target, dat is handig. Zak dan alvast, weet je wel. Ik ga gewoon de trein weer. Hoeveel treinen komen hier uit voorbij? Dat is de derde al. En toen kwam ik er geen tegen de vorige keer. Nou gaat hij er gelijk op. Oké. Even kijken. Zijn we dichtbij... Oh ja, we gaan nu de kant op. Want we moeten hier ook zijn. Hier is leeg. What the fuck is dat? Oh, dat is de kabelbaan natuurlijk. Lol.
Maar hier moeten we dadelijk ergens zijn of niet. Ik ben nu te twijfelen. Daar is leger, maar niet leger is... Hier. Nee. Ik weet niet. Weet je wel, we gaan gewoon kijken. Ik wil de lesson target eigenlijk wel doen. Dus die doe ik alvast. Volgens mij kan die bounty ook mijn kant op. Even kijken wat die lesson target is en die bounty. De bounty is daar. De lesson target is aan de andere kant van de stad. Oké. Okay. Daar is hij vaak trouwens. Maar als ik hier een jet kan pakken dadelijk van het leger, dan komt het wel goed. En dan vlieg ik hem voorbij en blaas ik hem op. Hopelijk werkt dat. En oké, hij zit in de crew. Fuck jou, je hebt een bounty, je gaat dood. Dat is helaas de regel. Zo is leven. Oké. Okay. Pak alvast even alles erbij wat goed is. Zo. Oké, okay, we zijn er klaar voor. Waar moet ik eigenlijk uit? Volgens mij, ja, ik ben al lang voorbij het leger, joh. Oh, nou, dit is niet handig, dit is niet handig. Shit. Weet je wat, ik ga er weer terug op. Snel. Hoppakee, we gaan er terug. Ik ga weer terug, want hier moet ik naar lopen. En dadelijk kom ik als schuts langs de weg terecht. En dan kan ik gelijk een auto fixen. Ik weet niet of ik nou een auto kan bellen. Of, oh, ik wil motor. Ik ga een motor bellen. Mechanic. Dadelijk als ik bij de weg ben, dan fix ik even een motor. Dat is wel leuk. Ik heb lang niet meer op een motor gereden. Dat is wel chill. Die staat volgens mij in Tinsel. Ik zie geen motor. Ben je nou zo schil? Dan staat hij. Heb ik een motor? Ik heb een motor. Hoe heet zijn motor ook weer? Kijk recht overheen. Kom het Sultan. Oh, Bati is het. Oké, okay, moet hier zijn. En dan bel ik hem. En brengen. Ja, jongen, maat, daar is de weg. Oh jezus, you're too far from a suitable road. Nou niet, hè? Was dat nou zo moeilijk? Soms dan brengt hij me gewoon ergens in the middle of nowhere. En nou hier langs de weg doet hij dat niet. Hopelijk komt hij op tijd. Die span al sneller. Moet alleen even omdraaien. Waar is... Ah, daar is de motor. Ja, dat bedoel ik! Hij staat te klagen over. Hij staat niet dicht bij de weg. En kijk waar hij hem zelf neerplant. Langs een zandpad. You got to be kidding me. Nou, ik heb mijn eigen vervoer. Ik zet mijn motor... Of mijn helm. Zet de helm op. Oké, okay, fuck ja, dan niet, hè. Oké, okay, we gaan richting het leger. Ik moest even twijfelen, man. Ik wist niet meer wat het leger was. Deze kant op ergens. Ik weet het. Oh, hier is het leger. Ik zat veel te hoog te zoeken. Is het dan niet slimmer om daar of bij te rijden? Weet je wel, ik ga proberen. Jij wel achterop? Omdat je het zo netjes vraagt. Je gaat sowieso dood, kan ik je zeggen. Bij mij achterop stappen is gewoon... Dat is gewoon een dead sentence. Van, ik wil dood. Oké, okay, we gaan snel op af. Ik ga denk ik wel naar die jet. Ik weet niet wat hij dan doet, maar ik pak een jet. Hopelijk killt hij me niet. Ik moet zelf maar zoeken wat hij doet. Ik heb alleen geen helm op. Geweldig. Het is lang geleden, man, ik een motor bezeten. Maar hij lijkt traag, man. Hij is gewoon maxed out, maar hij komt bijna niet vooruit. En ik ga niet naar die bounty links. Ik wil er wel in stijl doen. En dan straks met dus een jet. Want er gewoon naartoe rijden, dat is zo saai. Dat deden we net ook al in het begin. Dat was zo easy. We doen het als een baas. En nou kunnen we sowieso niet eens off the radar. Want er zit iemand achter op een motor. Dat is altijd een beetje nader met mensen op je motor. Je kunt niet off the radar gaan. Want dan moet hij het ook doen. Soms is dat sowieso irritant als je achtervolgd wordt door iemand uit de crew. Want dat maakt in principe niet heel veel uit. Maar als je bijvoorbeeld een stealthy aanval wil doen... En jij bent off the radar, maar er komt iemand naar je toe rijden, die is niet off the radar. Ja, dan ben je alsnog fucked, snap je? En ik hoop dat hij kan vliegen. In ieder geval ik wel. We gaan niet elke keer het leger in, want hij is recht voor ons neus. Je kunt ook via links naar binnen, maar iedereen gaat altijd zo. Ik ga ook altijd zo, vind ik zelf iets makkelijker. Hopelijk is hij nou niet te zwaar, want die dikzak erachterop zit. Let's go. Alsjeblieft, Alet. Oh, met gemak, gelijk 4 sterren. Soms krijg je niet zo snel 4 sterren. Je kunt ook doen dat je niet gelijk politie achter je aankrijgt volgens mij. Met zo'n telefoontje, maar die kost 5000. No, de bounty has been claimed. Alsjeblieft niet dat de lesson target ook weg is, want die gaat na een tijdje ook weg. Dus ik kan hem eigenlijk niet moeten activeren, maar... Ik weet niet wat jij doet. Maar jij zoekt hem uit, want dat is mijn jet. Ja, past er niet meer in, jongen. Hey, succes hè! Succes met de tekst! Er staan genoeg jet. Ik zie er zo wel 2. En er zit er al ook nog eentje naast mij. Dat klopt. Dat is nummer 3. En ik heb nummer 4. Dus genoeg keus. En we gaan snel de lucht in. Hopelijk komen die jets niet achter mij aan. Oh shit. Dat ding was laag.
weet niet waarom ik nou zo verlieg. Ik heb de laatste tijd niet zo vaak meer jets achter me aangekregen. Laat maar, volgens mij is er een van de crew. Daar is er een van het leger. Daar is er een van het leger. Oh shit. Daar is er een van het leger. Holy fuck. Ik wil achterna gezeten. Ja, want die van de crew die zit nog in de basis. Hopelijk kan ik hem vinden. Daar is hij. Oh, wacht. Ik moet niet tegen hem aanvliegen. Ja, oh, no. Ik moet achter hem komen, anders... Wow, holy shit. Holy fuck. Daar crash ik bijna. Maar waarom... Waar is je nou heen? Waarom schiet hij niet op mij? Hij komt mij niet echt achterna. Oh shit, ik moet wel oppassen wie ik wel en niet uit de lucht schiet. Hé, hey, die is... Oh, die is van ons. Dat is van de crew. Waar is die dan van het leger, man? Ik ben hem kwijt. Oh, dat... Nee, dat is een heli. Nou, whatever. Ik vlieg wel even. Ik zie dat verschil niet. Dat is een goeie. Dat is... Die dan achter ons vliegt, dat is een goeie. Maar ik wil niet hebben dat ik daar ineens gelokt word. En uit de lucht geknald word. We gaan nou even snel naar de lesser target. Dat is een beetje mijn doel. Die lesser targets zijn handig als je snel geld wil. Want dan krijg je best veel. 7000 soms zo. 8000. Soms minder, soms meer. Maar over het algemeen best veel. En je hoeft hem alleen maar neer te schieten en hij doet verder eens niks. Hij zit gewoon in een auto, eigenlijk altijd in dezelfde jeep. En ik knal me zo op. No! No way! Here, Lester is no longer offering a reward for the target. God non de jeu! Al die moeite voor nada. Voor niks. Oké, we gaan even kijken dat er nog iets te doen is. Want ik zie er wel mensen verder op het kaart. Volgens mij zijn ze bij het vliegveld. Hopelijk valt mijn jet nou niet uit de lucht. What the fuck zitten ze allemaal te doen? Zit ze in het water? Ik ga kijken of ze in het water zijn. Anders knal ik ze neer. Wel met minigun, hè? Niet met... met missiles. Missiles vind ik niet leuk. Vaak als ik mensen zie rijden, dan en ik wil gewoon een beetje kloten, dan schiet ik ook gewoon met die kogels, zeg maar. Niet met raketten. Vind ik wel leuker, hè? Dat is wel eerlijker. Dat is wel moeilijker. Dat lokken, dat is zo simpel. Oh, lock on. Klaar. Wee, moeilijk, man. Snap je? Dat is niet... Nee, dat is niet leuk. Ik ben benieuwd wat ze aan het doen zijn. Misschien zijn ze in de onderzee. Dat kan ook nog. Ze zitten met z'n tweeën ergens in. Als je de kaart kijkt. Kun je met z'n tweeën... Oh, daar vliegt daar. Oh, shit. Dat was close. Oké, ik heb er toch twee. Oh ja, ik heb er inderdaad twee. Sorry jongens, dat is niks persoonlijks. Oh mijn god. Hé, hey, er is een nieuwe bounty. Let's go. Zeker helemaal aan de andere kant van GTA. Ik laat die anderen leven. Dat was gewoon een soort van waarschuwingsschot. Van luchtruim is voor mij, weet je dat? Oprot. Hij is opgeblazen volgens mij. Killertje heeft hem al neergeschoten, zie je? Oh mijn god. Wij gaan hier onderdoor. Dat is zo uitdagend, hè? Van, oké, kom hier onderdoor. Dat is ook een achievement of trofee. Was een GTA 4 was dat volgens mij. Onder al die bruggen doorvliegen. Maar wat zal hij zijn? Ik ga even kijken op de kaart. Hopelijk is hij niet al te ver weg. Op zich ben ik toch redelijk snel, maar... Oké, hij zit in de stad. Dat is leuker. Dat is wel moeilijker om hem raak te schieten, snap je? Als je echt tussen al die flatgebouwen zit, dan doe ik wel gewoon lokken, hoor. Maar ik ga proberen zo. En als je makkelijk wil schieten met een jet... Ik kwam daar laatst ook pas achter. En dan moet je gewoon die band uitklappen. Dan gaat hij trager. En dan stort hij niet gelijk neer. Ik kan hem alleen zo snel niet vinden. Dit is fucked up. Hopelijk... Als het goed is, zit hij in die groene auto, of niet? Ik kan niet goed kijken. Even kijken. Oh shit, we moeten goed aankomen vliegen. Anders kunnen we hem sowieso nooit raken. Waarschijnlijk zit hij in een steegje of zo. Waar zit hij? Niks persoonlijks hoor, man. Rampenstamper. Waar ben je? Toen ik joinde zat daar wel in een jet, maar nou niet meer. Oh no, ja, dat is impossible om hem daar te raken. Ik zie hem niet eens. Dat is zo moeilijk soms, dat je mensen niet kan zien. Daarom ben ik zo blij als ik dadelijk die Hydra kan. Die komt sowieso binnenkort wel een keer als DLC. En dan kun je gewoon verticaal vliegen, zeg maar. Dan kun je gewoon hoeveren. Ik kan hem niet zien. Verdomme! Ik wil niet uit mijn jet springen! Ik heb hem net! Zullen we wel gewoon doen? Of zal ik neerstorten op hem? Dat is nooit echt goed gegaan, neerstorten. Oké, ik spring eruit. Whee! What the fuck? Oh, no. You're doing it wrong. Nou, niet meer. Ik had off the radar moeten gaan, hè. Kan er nou nog? Yes, ik kan nog. What? Hij had hem! Met zijn jet, dude. Ik had hem echt niet gezien, man. Ik dacht dat hij hier in deze winkel zat. Nou ja, nou hoef ik niet meer off the radar.
Oh, dat is een boom. Auw, dat was een boom. En dit is de vloer. Auw. Dat was niet als gepland. Goddammit. Ik vind het irritant op de kaart als iemand zijn bounty gekillt is, dat dat tekentje nog heel even blijft. Ik denk echt, die moet daar gewoon gelijk verdwijnen, want dat is best wel raar. Ik denk van, heeft hij nou wel of geen bounty? Zie je, daar staat hij gewoon op de kaart. Maar als ik hem nou neerschiet, hij heeft geen bounty meer hoor. Als het goed is, heb ik nou geen geld gekregen. Je ziet, nou krijg je pas de bounty was claim. Maar ja, ik zag nog een bounty op zijn hoofd. Ja, dat is niet mijn schuld dat je door je hoofd is geschoten. Sorry. Niks persoonlijks. Ik ga eventjes armor halen. Dus we zijn al redelijk lang aan het recorden. We hebben nog bijna niks gedaan. Dat is het probleem. Ja, er is zoveel. De tijd gaat zo snel. Maar het is toch altijd wel leuk om even dit te... Ik krijg gewoon 1000. Oh, dat was een killetje. Oh, hij had mijn bounty en dan geeft hij me 1000. Ai, dat vind ik netjes. Respect. Respect. Ik heb de beste crew die er is. Oh wacht, ik kan er even niet winnen. Ik heb police achter me aan. Ik denk, wat de fuck doe ik nou gek? Schiet je nou op mij? Oh, dat is politie. Sorry. Dit vind ik zo'n baas. Dit ding is sterk, jongen. Dit ding moet je ook maar eens proberen. Trouwens, die kun je niet meer krijgen. Dat kreeg je alleen via de Valentine's update. Had ik net geen auto? Oh ja, ik was doodgevallen. Doodgeflikkerd. Ik ben benieuwd waar hij me heen brengt. Hopelijk niet naar zijn ondergrondse kelder, waar hij me dan vervolgens misbruikt. Dat zou slecht zijn. Als dat komt. Hij brengt me naar zijn huis. Als dat zo is, dan is dat een mooi moment om de video af te sluiten. En ik heb geen flauw idee hoe lang we dus aan het recorden zijn. Oh, hij kan zijn huis neer met die... Oh, sorry. Sorry. Ik heb 3 sterren politie achter me aan. Ik stap bij hem in de auto en hij heeft ook 3 sterren. Nou ja. Zal ik hem uitstappen dan? Misschien wel makkelijker. Ja, trouwens, heeft hij maar gezien, want hij heeft toch al de 3 sterren. Hij is al medeplichtig. You're fucked. Oh, dat is een boom, vriend. En een kraan. Je rijdt is slechter dan ik in real life. En dat is niet moeilijk. Oh, what the fuck. Ja, dit bedoel ik, dit is een reden waarom ik niet graag bij andere mensen in de auto zit. Want zie hoe dit eruit ziet. En dan heb ik het niet over zijn rijkunsten. Want het kan goed zijn dat dat bij hem en me niet gebeurt. Maar het ziet er gewoon zo laggy uit. Dat is gewoon verschrikkelijk om te zien. Oh, ja, dat gaat het nou niet worden. We proberen nog even te ontsnappen en dan dat is mooi geweest. Oh, jee, ik zie niet eens iets. Oh, nou laat het. Check dit, jongen. Zie alleen ik dit of ziet iedereen dit? What the fuck? Ik dacht echt dat hij mij mee naar zijn huis nam. Maar nope. Waar brengt hij me dan eigenlijk heen? Rijdt hij maar gewoon rond of was dat de bedoeling? Misschien had ik net dat op de kaart. Oh, die had ik op de kaart aangeklikt. Sorry. Toen ik die bounty wou gaan killen, snap je? Waar brengt hij me heen? Een vliegveld. Nou. Wat een chauffeur zeg, holy shit. Er rijdt 1 auto op de weg en je rijdt er onderdoor. What the fuck. Wie is dit? Powerboy King. Oké, die heb ik vaker gezien. Die naam komt bekend voor. Ik kan me herinneren dat hij beter reed. Waarschijnlijk is dit dus allemaal lag. Kan goed zijn dat dit bij hem helemaal niet gebeurt. Zo slecht. Dat is gewoon lag. Heb ik ook eens ooit gehad dat iemand in mijn auto zat. En toen zei hij, rijdt overal tegenaan. Heel je auto's naar de kloten. Het stuurde mij een foto via Twitter. Heel mijn auto's echt naar de tyfus. En toen bij mij, niks aan de hand hè. En die gozer wist wat hij deed. Serieus. Hij wist wat hij deed. Dat had ik niet gezien dat je daar overheen kon. Maar bij mij was er gewoon geen crash op mijn auto. Ik had niks geraakt. En op zijn beeld helemaal naar de kloten. Dus ja, dat is gewoon soms de connectie. En dat is fucked up in GTA. Die heb ik laatst ook gereden. Weet je nog, bij die race van die Flight School update. Dat was een stuk ijzer. Er staan mooie heli's. Ik heb helemaal niet heel veel zin in een heli. Ik ga voor een vliegtuig. Ik wil niet zoveel. Ik wil een stuntvliegtuigje. Breng mij daar naartoe. Als het goed staat daar al te vliegtuigje. Kijk naar de kaart. Juist, dat bedoel ik. Dat is toch handig, hè? Communiceren, hè? Die mensen die zijn wel slim. Iets meer naar rechts volgens mij, maar hier ongeveer staat altijd een vliegtuigje. Oh, hij staat er inderdaad. Helaas is het... Oh, no, ik val. Oh, nee, ik val niet. Ik stap mooi uit. Ik weet niet of je nog... Oh, shit, er komt iemand om af. En hij zit volgens mij niet in de crew. Ik weet het niet. Oké. Dat is duidelijk, dat is duidelijk. Ik moet snel zijn. Ah! Oké, net tijd. Oh, had ik hem net niet, jongen.
Ik had hem net niet. Ik twijfel nog wie het was. Of dat ik nou op de goede of de verkeerde schoot, zeg maar. Dat bedoel ik. Niemand vertrouwen. Als iemand naar je toe komt, heeft hij altijd iets te doen. Hij komt niet voor niks naar jou toe. Waarschijnlijk opblazen. En in dit geval, ja, jam met stickies. Er moet echt een non-sticky mode komen. Want stickies zijn te makkelijk. Geef toe. Stickies zijn te makkelijk. Het is leuk voor bounties en zo. Maar het is te makkelijk om mensen te killen met stickies. Hey, hallo. No, no. Wat doe je nou weer, bitch? What have you done? You little bitch. Als die nog leeft, dan weet ik het ook niet meer. Hopelijk kan ik nog maar revenge op die ene gozer. Dat was niet zo heel handig, kijk die nou deed eigenlijk. Hij zit daar aan de rij, zijn vliegveld. Ik wil nou eigenlijk zijn auto jatten om er vandoor te rijden. Maar dat gaat niet worden, denk ik. Oké, we gaan snel. Hopelijk lukt het. Snel die politieauto. Politieauto's zijn redelijk snel. Dat is altijd best wel chill. Ik ga even mijn revenge. Waarschijnlijk ga ik dus nooit dood. Als je echt als een idioot op iemand afrijdt, dan heeft hij dat al lang door. I believe I can fly. Oké, nee. Hij is weg. Of is hij dit? Ik weet het niet. Hij zit in de lucht. Daar is hij. Hij zit daarbij. Hopelijk werkt het. Ik denk het. Ah, te hoog. Ah, je moet er echt schuin zien, want hij gaat naar links. Daarom schiet ik zo verdomd scheef. Maar hij komt wel verdomme dichtbij. No way. Zie je dichtbij. Oh, nee. Hij blijft naar links vliegen, zeg dan. Ah, die komt dichtbij. Holy shit, die kwam dichtbij. No. Oh, je zit er met z'n tweeën, tuurlijk. Ze zitten met z'n tweeën in zo'n heli. Dus dan is het heel makkelijk om te schieten. Want één iemand schiet, de andere vliegt. Ik denk, waarom schiet hij zo stijl naar beneden? Dat kan anders niet. Anders kun je alleen maar naar voren schieten. Oh, dat was dom voor mij. Ze zitten met z'n tweeën in een heli te campen. Ja, het campen, noem ik campen. Kloten, niet campen. Nope, ga weg. I don't trust you. Oh ja, je bent van de crew. Ik ga hem eruit snijden, wacht maar. Hij heeft geluk, jongen. Ga alsjeblieft weg met je auto. Dat bedoel ik. Wauw, ik kan hem niet eens. Zie hoe stellen naar beneden schiet. Dat kan anders nooit. Dan komen ze met z'n tweeën erin zitten. Hak. Oh, ik dacht dat ik hem had, man. No. Ik hoef maar eentje te hebben. Yes! Come on! Come on! Ik had hem! Ik had hem! Als een eindbaas. Als een eindbaas. Als een fucking eindbaas. Had ik snel. Oh, sorry. Autoblok. Ben jij nou. Oh, jij bent. Nee, jij bent. Friendly. Maar in ieder geval, ik kap het hier. Oh shit, ik word van alle kanten de klote geschoten. Er was toch even een bazenkill op het einde. De politie, die is echt niet makkelijk, weet je dat? Weet je waar? Het is zo makkelijk. Eén telefoontje ben van de politie af eigenlijk, maar. Oh shit. Zie je, hij wil mij afknallen daar. Kan ik hem hier nog raken? Nee, dat lukt niet meer. Nope, hij is om de hoek. Oké, ik ben bijna dood, dus ik wacht wel even tot ik dood ben, want dat kan nooit heel lang meer duren, denk ik. Shell! Ik heb cover nodig. Ik moet ergens naar binnen, anders ga jij dood. Oké, het wordt hier één grote chaos. Oh nee, shotgun zeg ik. Je ziet die auto gewoon ineens naar achter gaan. Wat? Je ziet die auto gek doen. Hopelijk kan je nog ontsnappen. Ik kan nog ontsnappen, jongens. Dit is hem. Wel een episch finale, dan moet je ook ontsnappen natuurlijk aan de politie. Dus dat gaan we nou ook doen ook. Ik zie alleen geen flikker. En hij heeft ook maar... Ah ja, twee lampen. Ik dacht maar één lamp had. We gaan niet weg. Soms is het handig om even een helikopter uit de lucht te schieten van de politie. Dan krijg je misschien wel meer sterren. Alleen dan weten ze even op dat moment niet waar je bent. Tenzij er natuurlijk auto's naast je staan. Maar dan moet je zorgen dat daar even weg is. Dat er alleen maar een helikopter naar jou zoekt. Oké, lekker banden, dat is handig. Ik kan hier naar binnen. Oh nee, ik kan hier naar binnen. Ik heb. Nee! Als ik nou een gewone auto had, had ik hier de respray in kunnen gaan. Mijn auto kunnen resprayen en dan was alles goed geweest. Nou kan dat niet. Wij doen het nou als eindbaas. Hopelijk hebben ze mij niet gezien. Oké. We zwemmen onze vrijheid tegemoet. Als het goed is, staat hier. Oh shit, ik ben iets verkeerd. Ik dacht dat ik bij de heli's was. Maar als het goed is, overleef ik dit alsnog. En er is geen politie aan de overkant, dus... Tenzij ik nou gesnijd word door de crew. Oké, we hebben het overleefd. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze episode leuk vonden. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter.
Ik ga net als bij de Q&A's weer proberen likes aan de episodes te hangen. Dus mocht jullie het leuk vinden, bij 700 likes komt er een nieuwe episode. Dus hopelijk gaat dat snel gebeuren. En dan dat is heel afhankelijk van jullie. Dus verder is de vraag aan jullie om mijn tweede kanaal te checken. Er staan weer nieuwe video's op. Dus mocht je mijn tweede kanaal nog niet kennen, Danneske Plays, dan probeer ik de komende dagen iets meer te zeggen. Omdat heel veel mensen dat misschien nog niet weten. Maar in ieder geval, verder is volg me op Twitter, Facebook, Instagram en Google+. Als iemand dat überhaupt gebruikt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan en houd.